Maar daar aan de overkant, ik ga inzoomen. Daar is een meerkoetje druk bezig nog een netje te bouwen. Zo, lieve vrienden, ja, ik ben weer helemaal er klaar voor. Ik ga zo meteen weer even heerlijk met Rijke lopen. En ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. Geen GoPro of wat dan ook, daar heb ik geen zin in. Maar deze camera gaat gewoon gezellig mee. Tenminste, dat is mijn oude mobiel. Maar dat doet er allemaal niet toe. Kandolf, die laat ik binnen. Die wou eruit, maar die laat ik binnen. Want die wil ik niet mee. Nee, dit keer niet. Ga gewoon eventjes lekker wandelen, gewoon ook door het centrum heen, even kijken, even koekeloeren hier en daar. Kijken wanneer de kappers open gaan, dat zal misschien wel op de deuren staan, ik weet het nog niet. Maar ik ben gewoon even nieuwsgierig ernaar en ja, daarna komen we gewoon weer terug. Ja toch, gewoon even een lekker blokje om, eerst langs de gracht, ga ik die kant op en zo het centrum weer in, ja. Ja toch, kan toch. Gewoon wel dezelfde route en weer eventjes bij die meerkoetjes staan. Even kijken naar die jonkies. Ja, gaan we wel aan de andere kant op. Ja, vind ik leuk. Gezellig. Dus ja, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet. Ik moet ook nog boodschappen doen, dus ja. Ik ga gewoon ook gelijk weg. En ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen gaan. En geniet met ons. Zeggen, tot later. Nee, ik vergeet nog wat. Ja, ik vergeet helemaal wat. Jullie zijn natuurlijk welkom bij een nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. En we leven vandaag op 6 mei om 16 minuten over 2. Dus ja, we gaan er gauw vandoor. Ik zou zeggen, geniet nogmaals en tot later hoor. Nou, daar hebben we Rijka weer. Maar daar aan de overkant, ik ga inzoomen. Daar is een meerkoetje druk bezig nog een netje te bouwen. Ze lag er nog niet op. Dus ze heeft ook nog helemaal geen eitjes. Maar ze is nog druk bezig met haar netje goed te krijgen of zo. Daar is ze toch al een hele tijd mee bezig. Ik zag haar net nog slepen met een takje of zo. Dus ja, leuk toch? Ja. En dan gaan we verder die kant op. Maar dan wel aan deze kant. Ja. En dan gaan we... Daar moet nog ergens een nest zijn. En dat zie ik zo hier vandaan niet. Maar dat zullen we zo even beleven. En dan pak ik jullie weer. Mooi hè, die bomen zo eroverheen. Rijka. Je zet me vast. Rijka, je zet me vast. Kijk, 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 kijk. Komt er nog eentje erbij. Dat is een mannetje. Prachtig, hè? Hup, gaat u weer zoeken. De takjes en... Ah, ze laat het vallen. Ach, gosh. Nou ja, kan gebeuren. Doen wij mensen ook wel. Maar we lopen verder. Wie weet zien we nog wat moois.
Mooi, hè? Twee kuikentjes, papa die zwemt erbij. En ze heeft nog meer eitjes, maar die zijn er al uitgekomen. Ik zal even mijn stok weer pakken. De Rijka luistert ook voor geen meter. Goed zo. Die stuurt even die meeuwen weg. Ik zal weer even uitzoomen. Hoe mooi, hè? Hey, je bent een fotomodel. Ja. Je bent een fotomodelletje. Nee? Je doet het goed. Hé? Ik vind het zo mooi. Echt gaaf. Het wonder der natuur. Daar komt papa weer aan. Oh, we krijgen eten. Ze kregen eten, wat lief. Oh, wat mooi. Mannetje zorgt goed voor jullie. Ja. Hé? Nou, we gaan weer verder. Hé? Ja, daar ben we weer thuis. Ja, Rijka die is moe, die ligt al op de bank. En ik ga zo even een bakje koffie maken. Daarna ga ik rap boodschappen doen. Maar wat leuk, hè, op die ene nest die aan deze kant lag waar wij stonden. Ja, ook het andere nest, maar ja, dat is aan de andere kant, hè, het bootje. En dan het nest bij de brug, ja, die was, ja, het nest was er nog wel, maar de diertjes waren weg, ja. Dus ja, ik weet niet of we de meeuwen of de kraaien de kleine kuikjes op hebben gegeten en dat die moeder en die vader verdrietig weg zijn gegaan, dat weet ik dus niet. Maar ja, dat andere, dat dicht aan mij aan onze kant was, ja, dat vond ik hartstikke leuk. Zo erbovenop die twee kleintjes, zo lief. Maar in ieder geval, ik ga nou een bakje koffie doen en dan ga ik boodschappen doen bij de DK. En dan zien we wel weer. Ja, wat is er? Ja, ik weet er alles van. Hé, ja, ik weet er alles van. Hé, Jono. Zo. Kusjes, hè, allemaal kusjes. Ah, ja. Oh, is het zo? Oh, nou, het zal hoor. Ja, het zal. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag met het prachtige mooie weer. Lekker in het zonnetje genieten in je tuin of op het balkon. Desnoods doe je er een parasol erbij open. Dus ja, heerlijk genieten, boekje erbij, sapje erbij. Wat wil je dan nog meer? Of je nou op de camping dat doet of op je balkon of in je tuin. Ja, je bent bij huis weg, maar je hebt wel alles bij je. En dat heet in de caravan heet dat ook. Dus ja, ik hoef niet zo nodig op vakantie. Ik weet niet eens wat vakantie is. Nee, ja, vroeger gingen we dan wel. Maar ik ben al jaren niet meer op vakantie geweest. Dan denk ik maar eens een dagje weg. Zoals naar Den Haag, naar Karen en Roderick of wat dan ook. Maar dat kun je ook gewoon door het hele jaar heen doen, ja. En dan neem ik Rijka nou in dit geval lekker mee. En dat kon voorheen niet. En dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet, doe ik ook.
Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis van boodschappen doen en door de stad heen gezworven. Eventjes nog een Pokémon die ik nog niet had gevangen bij de Battlekerk. Dus ja, ook weer leuk, ook weer meegenomen. Ik heb een zak met valkbrokjes gevonden. En ik heb even aan het voelen geweest naar de grote. Nou ja, ze zijn wel wat groter, maar... Ik heb in ieder geval. En er zit mooi zo'n ritsluiting bij in. In die zak. Dus dat kan ik weer dicht sluiten. Dat is altijd wel makkelijk. En nou ja, natuurlijk heb ik voor mijn koetsenbeestjes ook wat. Maar Rijka heeft net al van die hondenkluitjes gehad die ik nog heb, die ik voor Ruud had gekregen. En ik probeer deze ook als snoepjes, als het goed heeft gedaan. Zoals met trainen. Ja. Dus dat komt allemaal goed. Ik wil andere maat of zo. Het eerste even zien hoe ik met mijn geld uitkom. Maar dan wil ik even naar de Action toe. Want daar heb ik iets gezien. Op internet. Ik denk, hey, dat wil ik ook. Ja. Dan kan ik voor onderweg snoepjes in doen. Ik heb nou niet voor onderweg. Dat zit er aan die riem vast. Dus ja, ideaal. Dan krijg ik gewoon een andere riem om. Maar dat doet het niet toe. Nee, dan hou ik dit weer gewoon als reserve. Ja toch? Ik kan altijd eens een keer breken. Maar oké, ik heb voor mijn poesjebeestjes heb ik dus ook wat lekkers meegenomen. Zo, en dan kom ik er bij op. Kan af. Oeh, maar dat doet je wel. Ewin. Ewin. Ja, dat doet jij ook wel. Wat voor dikkie. Heerlijk. De ene vecht toch harder dan de ander om het zo snel mogelijk op te krijgen. Ja, dat doen we niet. Dat doen we niet. Hé, waar is het lekker, Gandalf? Ja, hè? Ja, dat pakje is leeg. Jullie krijgen ook zo eten. Nou, Ewen die vindt ook maar wat lekker. Hé, was het lekker, kindertjes. Nou dan. Ja, je krijgt het zo op. Ja, jij krijgt het zo op. Zo, ik ben weg. Hé? Moet jij ook? Hm? Zullen we jou ook eens even verwennen? Het eerst even de schaar pakken. Ja, moet ik even de schaar pakken. Gaan we jou ook verwennen? De ene dan de andere ook, hè? Het blijft allemaal stromen, al dat papier. Oh. Zo. Hoe was dat open? Even kijken. Hey, dat is mezelf ook, dat schrik ik van. Het is wel groter dan die Karin had. Ja. Lekker meisje. Maar dat lust je wel, hè? Nou, nog één. Dat ik voor jou. Hé? Nou, dan moet ik die rits dicht zien te krijgen. Gaat ook wel dat zo lekker, mijn heus. Plastic overheen. En dat stroomt allemaal zo lekker. Ja, je ruikt lekker, hè? Ik kan al die kom ruiken. Dan moet ik hem eerst dicht zien te krijgen weer. En dat vind ik altijd zo
klemmen hoor. Dat is zo moeilijk, vind ik. Zit er iets, in plaats van zo'n hendeltje erbij doen, wat in die hele grote zakjes zitten, maar nee. En dan moet je deze dicht zitten krijgen. Op wat voor een manier dan ook. Oh, een klikje daar, daar hoor ik ook. Nou. Ja. Ah, hij zit toch wel dicht. Nou ja, kan de kast heen. En dan eerst de kluitjes op, dan dat. Ja toch? Blijft nou lekker vers zo. Maar oké, ik zou zeggen vrienden, geniet van jullie avond. Smakelijk eten, bon appetit, want het is 6 uur geweest. Ik ga ook zo mijn eten doen, dus ja, het komt allemaal goed. Een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En geniet ervan met z'n allen. Het is prachtig mooi weer, dus ja, wie weet kun je wat lang buiten zitten. Met een jas eraan en misschien zo'n terrasbewarming. Als je die hebt. Ik niet, ik blijf lekker binnen, ik hou mijn deur dicht, .nl, ja. En ik wens jullie ook voor later op de avond natuurlijk een welterusten en een slaap lekker. Met mooie dromen en uiteraard gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei!